Glamour TV, ik ben Celine, make-up artist en content creator. En vandaag ga ik Marjan Jonkman uitdagen om samen met mij glowy skin te maken. Let's go. De uitdaging werkt als volgt. Zowel Marjan als ik gaan allebei één helft van het gezicht doen met dezelfde producten, dezelfde tools. En aangezien ik natuurlijk enigszins een voorsprongetje heb, kan ik Marjan hier en daar wel wat helpen, maar het is en blijft een uitdaging. Met stap nummer 1, hydratatie. En daarvoor gebruiken wij de Instant Moisture Glow van YSL. Zo. Wat dan is mag dit? Jij de ene helft van haar gezicht lekker in de skincare zetten. Heb je dit al wel eens eerder gedaan? Nee! Ik heb geen idee dat ik het anders moet doen. Dan hebben we in ieder geval een hele goede glowy basis om mee te beginnen. Stap nummer 2 is foundation. Heb je al wel eens foundation? Ja, je hebt het nog nooit bij iemand anders gedaan. Ik heb het nooit bij mezelf gedaan. Ik heb nooit foundation op. Dit is een klassieker bij YSL en het is een foundation die licht reflecteert. Ik kijk gewoon stiekem naar jou. Gaat het goed? Ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. Oké. Qua kleur van de foundation is het belangrijk dat je kijkt wat de kleur is van de hals in plaats van je gezicht. Want je gezicht is 9 van de 10 keer wat lichter dan je hals. Stap nummer 3 is concealer. We willen natuurlijk de under eye discolorations mooi oplichten. En daarvoor gaan we gebruiken de nieuwe Touché Cla High Cover. Gewoon klikken en aanbrengen. Ja, ik heb hem trouwens zelf ook gewoon, dus ik moet weten van. Ga je gang. Dat is mijn kant. Mag doen wat je wil. Jouw kan. Stap nummer 4 is het shapen van het gezicht. En dat gaan we doen met de originele Touché Cla, omdat die ook gemaakt is als een highlighter. Dus in dit geval gaan we geen donkere schaduw aanbrengen, maar alleen maar licht. Wat is de mooiste make-up die je ooit hebt gehad? Sowieso Saint Laurent met Hedy Slimane. Ik weet exact welke dat was. Ik kan het wel mis hebben, maar... Stap nummer 5 en de laatste stap is highlighter. En daarvoor gaan we gebruiken de Touché Cla Shimmer Stick. Aangezien dit de laatste en makkelijkste stap is, ga ik hier absoluut niks over uitleggen. En laat ik je gewoon je gang gaan. Wat doe jij dagelijks aan make-up? Mascara. That's it. Ik ben heel erg benieuwd hoe Marjan het er vanaf heeft gebracht. Nou, voor iemand die nog nooit iemand anders heeft opgemaakt, vind ik echt dat je het fantastisch goed gedaan hebt. En dan zo innocent binnenkomen lopen van, ik weet niks. Hoe vind jij dat Marjan het gedaan heeft? Laat het hieronder achter in de comments. En vergeet ook niet te liken. Bye.